We zijn op weg naar Friesland, naar Bolsward, waar we op bezoek gaan bij collega Simon de Jong, die daar gewerkt heeft aan het cultuurhistorisch centrum De Tiet. Hij neemt ons vandaag mee en vertelt waarom hij passie heeft voor dit soort projecten. Welkom in Bolsward, welkom in De Tiet. De Tiet is het cultuurhistorisch centrum van de gemeente Zuidwest-Friesland en bestaat uit een museum, bibliotheek, een horecagedeelte en een gemeentelijk archief. Ik ben Simon de Jong, professional partner bij ABN Synova en directievoerder van dit mooie project. Ik heb de directievoering van dit project begeleid. Dit project omvatte zeg maar, de restauratie, transformatie en verduurzaming van dit Rijksmonument. Er is een museum aan toegevoegd en een gemeentedepot. En het bijzondere van dit project is de restauratieopgave. De restauratieopgave omvatte het herstel van de schade van de bonte knaagkever en het versterken van de houten constructie. Dit is een bijzonder project. De toren bestaat qua constructie helemaal uit hout. Aan de buitenkant van de toren is metselwerk toegevoegd om het een stenen toren te laten lijken. Dit vind je nergens in Nederland. Dat bracht heel veel gewicht in de toren, waardoor de constructie zeg maar, erg zwaar is. En dit heeft ook allerlei problemen en aanpassingen in de loop der tijd geleid. De toren is gerestaureerd op een werf en per schip over de Friese wateren, weer feestelijk onthaald in Bolsward. We staan nu in de toren die zeg maar is teruggehezen. Hier zie je de aantrassing van de bonte knaagkever. Alle balken waren aan de binnenkant helemaal weggevreten. Balk voor balk is dit gedemonteerd. En zijn de balken of dan wel vernieuwd of met epoxy hersteld om zo de toren weer zijn constructieve sterkte te geven. En er is ook een nieuw pavement aan toegevoegd, daar sta ik nu op. Zoals je ziet is dit een stalen toevoeging aan het geheel. Dit draagt helemaal af naar de fundatie op de begane grond. En op deze manier is de toren weer constructief sterk gemaakt. Hier zie je de handtekening van koning Willem-Alexander, die hij heeft gezet tijdens de opening van het project. Ja, ik ben bij ABC als junior gestart. Ik heb daar hele mooie projecten gedaan. Op een gegeven moment doorgegaan naar een andere organisatie. Na een tijdje begon het weer te kriebelen. Ik miste zeg maar, de sfeer en de mooie projecten van ABC. En ben op de koffie gegaan en toen weer zeg maar, terug beland op het oude honk. En weer aan de slag gaan met de prachtige projecten zoals je die hier ziet. En dat is zeg maar wat me echt motiveert binnen ABC, waar ik echt enthousiast van word. Zeg maar, die unieke, uitdagende projecten waar ik aan mag werken. En het mooie aan het werken bij ABC Nova is dat je aan verschillende projecten in verschillende markten kunt werken. Naast dit mooie project in de Business Unit Publiek werk ik ook aan een mooi en groot onderwijshuisvestingsproject in Zwolle. En doe ik ook zorgprojecten in kampen en ook op de eilanden. Dat maakt het zo leuk. Zeker als je junior bent, dan kun je zeg maar, binnen alle verschillende markten ervaring opdoen die je verder ontwikkelen. En dat maakt het interessant zeg maar, om bij ABC Nova te starten. Ik ben professional partner bij ABC Nova. Dat betekent dat ik mede-eigenaar ben van de club. Iedereen in ABC Nova kan een stukje mede-eigenaar van de club zijn en worden. Dat is het mooie van onze club. We zijn met z'n allen het bedrijf en we doen het voor elkaar en met elkaar.